Zondag 18 mei wordt het Nederlands kampioenschap grasmaaien voor het eerst door SMT in Sambeek georganiseerd. Jos van de Hurk, het is niet te verwarren met het NK gazonmaai race in Westerbeek. Wat houdt dit nou precies in dan? Dit is zoals het direct na de oorlog het gras maaide voor de hooibouw, voor het voeren voor de koeien, zeg maar. Is meer veehouderij gericht? Ja. Puur veehouderij gericht eigenlijk. Dit jaar voor het eerst in Sambeek, of eigenlijk in Fortemulhem, hè? Ja. Hoe komt het dat het dit jaar voor het eerst hier georganiseerd wordt? Nou, in het verleden heeft de KLW het georganiseerd. En die hebben toen gezegd van we willen er iets landelijks van maken. En toen hebben verschillende oldtimerverenigingen die hebben de koppen bij elkaar gestoken en de Grasmaaicommissie Nederland opgericht. En daar ben ik dan vanuit Sambeek zit ik in dat bestuur. En nou organiseren we het over heel Nederland. En dit jaar zijn wij dan aan de beurt. Hoeveel deelnemers doen er mee? Hoeveel verenigingen? Er doen 5 verenigingen mee. En we hebben in totaal 30 maaiers. 30 wedstrijdmaaiers. En we hebben ook nog een paar demomaaiers. Die iets aparts laten zien. Hoe zit deze wedstrijd in elkaar? Hoe zijn deze 30 deelnemers samengesteld? De deelnemers zijn samengesteld door het resultaat van onderlinge wedstrijden binnen de vereniging. Dus er worden zeg maar 3 wedstrijden georganiseerd en de beste maaiers komen dan bovendrijven. En die worden uitgezonden naar het Nederlands kampioenschap. Hoeveel maaiers van SMT doen er mee? Er doen er 6 van SMT mee. En dat zijn eigenlijk alle maaiers van de SMT, omdat we het zelf organiseren. Hoe ziet zo'n dag eruit? Hoe ziet het programma eruit? De officiële opening is om 11 uur. Dan rijden de mensen allemaal naar zijn veldje, gaan ze uitmeten. Waar ze gaan maaien. En dan wordt het openingswad gemaaid. Dus dat is 2 keer rond. En dan dat wordt door de jury beoordeeld. En dan kunnen ze het veldje verder afmaaien. Waar wordt op gelet door de jury? Recht rijden. Op tijd inzetten en ophouden. Dat je het gras aan het eind niet meeneemt. Het recht afsnijden. Het geen strookjes laten staan. Dat is eigenlijk wordt voornamelijk opgelet. En of hoe maaibalk origineel is. Geen hulpstukken eraan. Want wat maakt het zo moeilijk? Ja, dan moet ik aan de maaiers vragen. Mm-hmm. Maar wat maakt het zo moeilijk? Kan iedereen het? Iedereen kan het leren, laat ik het zo stellen. Ja. Het is niet zo moeilijk. Maar je moet bij iedere wedstrijd leer je iets. Dan denk je, hé, dat moet ik de volgende keer toch anders doen. Is dit programma ook leuk voor kinderen? We hebben ook van alles voor kinderen georganiseerd. Er staat een draaimolen, een springkussen, een zandbak. Er is van alles te zien en van alles te doen. Bij slecht weer, gaat het programma dan gewoon door? Kan er dan gemaaid worden? Ja, we gaan gewoon door. Wat is dan het verschil met gezond maaien? Want dat gaat slecht met regenweer. Heeft een vingerbalk van nat heeft eigenlijk geen last van. Nee, je kunt toch wel maaien. Het is alleen het voer wat gewonnen wordt, is iets minder van kwaliteit. Maar de mensen moeten zo lang van tevoren transport. Als je uit Groningen moet komen, je moet transport gaan regelen. Dan kun je de laatste dag niet meer verzetten. Dat wordt zo moeilijk, dus daarom gaat het gewoon door. Wat komt er bij kijken om dit te organiseren, het NK hier in Fortemulhem? Ja, als eerste moet je natuurlijk grasland hebben. Dat is de hoofdmoot. En dat is gewoon weiland dat ik anders gebruik voor de melkkoeien. En daar heb ik gezorgd dat er op 18 mei een mooi sneetje gras staat. Om hoeveel hectare gaat het dan? Het is ongeveer 8 hectare. En wat is het perceeloppervlakte van iedere deelnemer wat gemaaid moet worden? Hier zijn de veldjes 18 meter breed en 70 meter lang. En wat is de exacte locatie, zodat de bezoekers het ook allemaal kunnen vinden? Het gebeurt allemaal aan de radioweg 6A te Fortemulhem. En er is parkeergelegenheid genoeg. De wei is kaal, dus ze kunnen parkeren. En gratis entree? En gratis entree, natuurlijk. Zoals gewend van de SMT, ja.